Yo guys, Glash hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. We gaan gewoon verder waar we de vorige keer waren gebleven en de vorige keer waren wij hier gebleven. En op het einde van de vorige video had ik gevraagd van, hey, een batterie. Nee, dat had ik niet gevraagd. Ik had gevraagd van, moet ik die vouwvraag ultra lesbien of ultra feminist noemen? Ah wel, niemand heeft dus iets gezegd. Dus ik noem het maar ultra feminist. Ik vind dat het er goed bij past. Fuck feministen, you know. Oké, nee, niks tegen feministen. En ik vind ineens heel veel batteries en waarom vind ik dat eigenlijk goed, maar ook waarschijnlijk niet goed. Ja, ik ga maar gewoon hierin, denk ik. Jee. Ah, wat? Ah. That drone is from generation to generation. These were the words. Ah, dus met deze ding kunnen wij luisteren door de muur. Maar nee, dus we gaan dat ding dus ultra feminist noemen. Gewoon, ja, puur omdat dat leuk is, you know. Met dat raam hier ook even dicht. En ja, dan noemen die maar ultra feminist. Oftewel heeft niemand geantwoord, maar mensen dat zijn vergeten. Of als ze mijn video's niet uitkijken. Maar ik zou het wel vergeven als niemand me... Oh. Oh, hallo. Hey, hoe gaat ie? Ah! Oh. Oh, verkeerde kant, verkeerde kant. Oh. Ja, oké, ik ben dus dood. Het was al heel goed gegaan. Oké, boys. Ik zeg zo. Ik weet niet waar ik moet, maar ik loop gewoon maar naar ergens. Dat werkt het. Ah! Oh, what the hell? Holy fuck. Holy fuck, dat is het enige wat ik erop kan zeggen. Holy fuck. Wie de fuck is hier aan het praten? Wie de fuck is dat? Ik vind wel dat hij een heel sexy stem heeft. Ah, daar is die kerk. Het is wel een mooi spelletje hoor. Oké. Okay. Oh, waarom staat er saving? Oeh. Lin. Ja, inderdaad, Lin. What the fuck? Oké. Okay. We gaan niet open. What the fuck? Oké, we moeten snel Lin gaan redden, maar ik denk niet dat ze nog gaan zien. Waarschijnlijk gaan we haar pas terugzien op het einde van het spel. Oké, rijd hem maar terug. Ah, en dat is de ene kerel. We gaan hem gewoon Papi noemen. Hij is gewoon echt gewoon de god. Hij is Papi. Oh, waarom heb ik hier geen goed gevoel over? Oh. Oké. Wat is hier? Holy fuck. Al dat geluid, what the fuck. Find Lin. Nothing matters but Lin. En nu zit iedereen en zit de hele tijd iemand te praten tegen mij. Oké. Ja, daar ga ik dus niet inspringen. Oh, what the fuck. Allemaal veel te veel dialoog. Hey. Batteries. Ah, daar is een ding dat een sleutel nodig heeft. Zie je het? Daar, ja. We zijn hier gewoon boven, what the fuck. Ah ja, ik moet hier door. Oké, let's go. Fuck you. Wow, fuck off. Fucking off, fucking off. Dat was niet zo tof. Ah, nu gaan we in hun kamer komen. Oké, doe dat maar open. En waar de fuck dan? Boven mij was toch die kamer? En Jesus Christ, nailed dit man. Oké, ik moet echt stoppen met die moppen. Ik ga echt naar de hel voor dat.
Ik ga gewoon niet wagen om die deur daar open te doen. Oké. Hier is een briefje. Ja, dat is weer al een hele Bijbel. Fuck de Bijbel, appopi. Ah, oké. Kan ik iets zien? Door hier. Ja, ik kan dat niet open doen, want die zijn allemaal vage mannen. Ja, kijk, what the fuck. Oh, Lin. Nou, laten we erachteraan gaan uit een torenhoog gebouw springen. Ik zie niks. Lin. Oh god. Holy shit. No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Right there. Ja, inderdaad. Hé, loopt er dan achter, hè, stommerik. What the fuck gebeurt er allemaal? Lin, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Oké, dat is dus overal, maar niet hier. Ja, dat zei hij net, Wouter. Oké, bedankt voor uw onnuttige commentary. Oh god. Oei, arm is leeg. It hurts. Something's wrong. Fuck. Ah, oei. Misschien komt dan dat je al 10 jaar niets meer hebt gegeten ofzo. En dat snap ik ook eigenlijk niet. Heeft hij geen honger of zo? Oh nee, Wouter, niet te realistisch beginnen. I just, I need... Oh god. Jesus Christ, Lin. What's happening here? Goeie vraag. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. After all these years, they're coming. They're coming. Has been proven. A woman who came to Temple Gate this day from the outside. Yeah. We've had a foul birth. We've been awaiting all this time. Okay. Die knop om direct achter u te kijken is echt heel goed. I performed the examination myself. He's insane. They're all fucking. Is hij zwanger? Please, Blake, I just want to get out of here. And she is a pregnant. What the fuck is going on? Not now. Let's just get away from this. Het is hier iets te donker, vind ik. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your oh. Oh shit. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Holy shit. No. No. Oh yo. God wants the child. Get off me. Get off me. God wants Lin. Lin. No, you. No. You, no. You motherfuckers. No. Get off me! What the hell gebeurt er allemaal? Oh nee, zijn ze die baby er zo aan het what the fuck? Heretics. Oeh, dat zijn geen vrienden precies. Dus onze overvallers zijn nu overvallen door andere overvallers. Wie de hel is dat? Motherfucker! Oh, maar vloek er niet tegen. Dat is echt het laatste wat ik zou doen er tegen vloeken. God doesn't love you. Oh. Not like I do. What the fuck? Yes, my love.
Eddie? Oké, laten we haar gewoon ultra lesbi noemen. What the fuck? See you again. Au. Het gebril nog of niet? Iemand zei in de video van de voorkomens, Jaren. Ik begrijp zijn brilstruggles. Ik vond het best funny. Linden. Oké. Waarom? Oh fuck. Nee. Oh. Oh, laten we die snel voorbij gaan. Nee, ik zit vast. Oké, okay, nice. Oké. Okay. Oh! En is hier fucking veel licht. Waar. Oh, what the fuck. Waren die gast echt goed. Waren die gast echt goed gepast. Ah ja. Overslagen, snatte. Oké, okay, nu ben ik weer terug in school. What the hell, in de taart. Oké. Okay. Ik heb een eerste mango bij mij, dus just saying. Wacht. Oh my. Thank you. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. What? Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. What the fuck? Oh shit. Needs a random hello. Oké. Okay. Iets zegt mij dat ik die deur moet pakken. What is it? Oh wow. Dat is vrij eng. Laat ik nog snel een stukje mango pakken. Deze vindt deze gang iets te lang. Ja, daarom. Ah, dat is die ene leerkracht weer, denk ik. Ik ga er gewoon op afstappen, ja. Blijf daar, hè. Blijf daar, ik ben zo terug. Hallo. Oké. Okay. Oh jongens, toch. Oh, dit is eng. Wat is er? Ah, hallo. Dat is wel heel lief dat je daar blijft staan. Ah! Oké, wat volk was dat? Dat was vrij weird. Maar zolang er maar niks achter me aan zit, dan is dat heel goed voor mij. Oh, exit. Dus gaan we dan uit de school of wat is dat hier, jongen? Oké. Wel nice dat ik in deze wereld gewoon nog snel een batterietje heb kunnen meepikken. What the fuck? Smaakt een beetje raar, maar goed. Oh nee. Oh, dit is fucking eng. Ik ga dit volgen, denk ik. Ik denk dat het wel het fucking beste is. Ah ja, hier is ze uit. Oh, hallo. Oké, en ik ben terug in de normale wereld. En who the hell are you? The outsider. No, thought they killed you, didn't they? No. Not yet. En wie zet jij? They'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But Ethan. Are you one of them?
Nee. And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? Ja, inderdaad. I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Oh. Didn't complain with nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. Oh, dat is serieus wel erg eigenlijk. Maar als ik eerlijk mag zijn, vertrouw ik deze gast niet zo hard. Het enige wat je in Outlast kunt vertrouwen zijn liften. Geloof mij, dat is echt het enige wat je kunt vertrouwen. Buiten de ene keer een whistleblower. Zal kan ik hierin vallen? Oh wauw. Maar voor de rest kunt je liften altijd vertrouwen. Oh, waarom is mijn manneke zo zat? Ah, mijn manneke is terug normaal, oké. Nou, dat werd tijd. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. Jij moet wel eens nieuwe kleren aan doen, man. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Oh. What do you know? Dat gaat eigenlijk heel de wereld rond dat hij dood is. Ja, inderdaad. Dat gaat heel de wereld rond, maar oké. Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. We weten dat toch niet? Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Hallo. Kunt jij er niet op? What the fuck? Die ging er niet op. Oké. Okay. Hey there. Ja. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Toen kan wel van die dingen in zijn huis. Waarom vertrouw ik dat dus eigenlijk helemaal niet? Ja, oké. Okay. Relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ja. Wauw, kan ik healen? Oké, okay, ik zal even zien dat ik kan healen of niet. Hallo, kan ik niet zien? Oké, dus ik zit hier aan gewoon. Dus ik kan slapen. En dat slapen dat gaat voor de volgende keer zijn. Er is echt heel veel shit gebeurd. Er zijn eigenlijk nu twee groepen, links en rechts. Ik zal ze gewoon zo noemen. Oh, ik kan nu echt zoveel politieke lagen over mij krijgen. What the fuck. Dus vond je deze video leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer, ik zie je de volgende keer. En de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.